Hallo allemaal. Bij het realiseren van een digitale regelaar komen altijd een boel implementatieaspecten om de hoek kijken. En een daarvan is de discussie, ga ik hem nou in een fixed point implementatie realiseren of floating point? In deze video ga ik in op de verschillen en ik ga ook de voor- en nadelen bespreken. Waarom doen we dat eigenlijk? Waarom is die discussie floating point versus fixed point er überhaupt? Dat komt eigenlijk omdat gewoon goedkope processoren of DSP's geen floating point unit aan boord hebben. Dan kan je alleen maar met integers rekenen. Dus wil ik dan toch situaties hebben waarbij ik getallen achter de komma wil representeren, dan moet ik dat op een andere manier doen, namelijk een decimale punt gaan introduceren. En die kan ik dan flexibel kiezen bij fixed point. Dat is daar een voorbeeld van, of een voordeel van moet ik zeggen. Maar hoe ik dat ga doen, dat ga ik uitleggen in deze video. Ik ga beginnen met een voorbeeld. En in dat voorbeeld ga ik het getal 6,5 uitdrukken in een fixed point notatie in een 8-bit datatype. In dit voorbeeld kies ik ervoor om de laatste 4 bits van dat 8-bit datatype dit te reserveren voor het getal achter de decimale punt. In dit geval is dat de 0,5. En de eerste 4 bits, oftewel de 4 significante bits, die representeren dan het gehele getal voor de decimale punt. In dit voorbeeld de 6. Nou, als ik dat dan heb, dan kan ik dat gaan realiseren. Dat kan ik het beste gaan doen door dat getal, die 6,5, te vermenigvuldigen met 2 tot macht 4. Waarom 2 tot macht 4? Omdat, en ik haal even het vorige stukje erbij, hier heb gezegd dat ik de laatste 4 bits wil reserveren voor deel achter de decimale punt. Dus als ik een decimale punt van een integer uit 4 plaatsen wil opschuiven, moet ik dat getal eigenlijk vermenigvuldigen met 2 tot macht 4. Want elke verschuiving van 1 bit is het vermenigvuldigen van het getal met een factor 2. Dus ik ga het getal vermenigvuldigen met 2 te macht 4, zodat ik een fractie krijg achter mijn decimale punt van 4 bits. Dus ik ga die 6,5 vermenigvuldigen met 2 te macht 4. Nou, 6,5, hier staat een D'tje, dat betekent decimale uitdrukking. Vermenigvuldigd met 2 te macht 4 is 6,5 maal 16 is 104 in een decimale uitdrukking. Dus mijn integergetal 6,5 maal 2,4 maal 2 tot macht 4 is 104. Nou, die 104 decimaal kan ik ook in een binaire representatie weergeven en dan krijg ik het getal 0110100. Nou, als ik dat heb, dan kan ik dat dus eigenlijk opschrijven, heb ik hier nog eens gedaan, 0110100. En ik heb dus als het ware nou hier een decimale punt, een binaire punt geïntroduceerd. Dus dit is alles voor de decimale punt, dit is alles achter de decimale punt. In Nederland zouden we zeggen, dit is voor de komma en dit is na de komma. Als je kijkt hoe is dat zaakje nou opgebouwd, het meeste, het significante bit reserveren we meestal als tekenbit, dus dat is dit bitje. Dat betekent dat die andere 3 bits het gehele getal representeren, als ik dus een tekenbit heb geïntroduceerd. Deze 4 bits, die representeren dus het deel achter de decimale punt, ook wel het fractiegedeelte genoemd. Hoe kun je het zaakje nou visualiseren en hoe kun je er nou mee rekenen? Nou, als ik dat dus heb gedaan, ik heb hier mijn decimale punt geïntroduceerd, dan betekent dit dat dit bitje de waarde 2 tot macht 0 representeert. Dus de bijdrage hier is dit maal 2 tot macht 0. Nou, eentje verder is de bijdrage dus dit getal maal 2 tot macht 1. Hier is het deze waarde maal 2 tot macht 2. Nou, achter de komma kun je hetzelfde doen. Dus de bijdrage hier dit getal maal 2 te macht min 1, hier dit getal maal 2 te macht min 2, hier dit maal 2 te macht min 3 en dit hier 2 te macht, dit getal maal 2 te macht min 4. Nou, ga ik het voor dit voorbeeld eens uitrekenen, dan heb ik dus hier 1 maal 2 te macht 2 staan, dat is 4, plus 1 maal 2 te macht 1, dat is 2, dus 4 plus 2 is 6, nou hier staat 0, dus doe niet mee, dus dit is inderdaad het getal 6, en achter de decimale punt heb ik 1 maal 2 te macht min 1, dat is een half. En voor de rest staan er alleen maar nullen. Dus ik heb hier 6 en een half is 6,5. Dus zo kan ik het dan uitrekenen. Wat ook goed is om te realiseren, dat ik met het plaatsen van die decimale punt ook de precisie heb bepaald. Want dit laatste getal, de LSB, de least significant bit, representeert dus ook de resolutie, oftewel de precisie van dit getal. Zou ik mijn decimale punt meer naar voren leggen, dan zou ik een hogere nauwkeurigheid of een hogere, moet zeggen geen nauwkeurigheid, een hogere precisie, een hogere resolutie krijgen. Mijn precisie is nu dus bepaald op 2 te macht min 4, doordat mijn decimale punt 4 bits
verschoven is vanaf het einde hier naar voren toe. In dit geval is dat dus 2 min 4 is 0,0625. Dat betekent ook dat mijn gehele getal bepaald wordt door en het aantal bits dat ik heb en door die resolutie. Dus ik krijg een range waarin ik mijn getal kan uitdrukken. En in dit voorbeeld is dat min 2,3, want ik heb hier 3 bits aan de linkerkant zitten voor mijn decimale punt. Want dit was mijn tekenbit, dus P is in dit geval 3. En ik kan ik heb een resolutie van 2 te macht min 4, dus ik kan een maximaal getal representeren van 2 te macht P min de resolutie is 2 te macht 3 min de resolutie van 0,0625. En dat is het maximaal getal van 7,9375. Dat kun je ook narekenen. Als je al die bitjes hier op 1 zet en je telt al die bijdrages op, dan kom ik op 7,9375. Dus met deze arbitsnotatie, of met deze arbitsrepresentatie met mijn decimale punt 4 plaatsen verschoven, kan ik dus een getallenreeks representeren in de range van min 8 tot 7,9375 met een resolutie, oftewel een precisie, van 0,0625. Dat betekent dus ook dat de plek van mijn decimale punt bepaalt wat voor resolutie ik heb versus mijn totale getalgrootte. Dus het is daar een afweging tussen. Wil ik grotere getallen met dus dient ten gevolge een kleinere resolutie, dan moet ik die punt meer naar rechts verplaatsen. Ga ik die punt meer naar links verplaatsen, dan krijg ik weliswaar een grotere resolutie terug, maar mijn maximale getalgrootte is dus een stuk kleiner geworden. Dus je moet in je regeling ook bij elk signaal nadenken, hoe groot kan mijn getal worden en wat is de precisie die ik vereis. En uit die afweging bepaal je waar leg ik voor dat getal mijn binaire punt, dus mijn punt in dat decimale getal. Dus het is een afweging. Nou, hoe noemen we dan zo'n notatie? Die noemen we over het algemeen een x.i-notatie, waarbij we de x, het deel voor de decimale punt, bedoelen en i, het deel achter de decimale punt. In dit geval is het 4,4. Wat je ook natuurlijk kunt achterhalen is dat die x en die y altijd gelijk zijn aan het totaal aantal bits dat ik heb. In dit geval is dat dus 8. Want ik heb 4 plus 4 is 8, maar ik zou ook een 3,5 notatie, een 2,6 notatie, een 7,1 notatie, etc. kunnen kiezen. Maar x plus y blijft dus altijd het totaal aantal bits dat ik ter beschikking heb. Als ik nou fixed point en floating point met elkaar ga vergelijken, dan kan ik de volgende conclusies trekken. Een fixed point representatie heeft minder geheugenconsumptie nodig. Dus dat is gunstig voor fixed point. Ook de executietijd van een fixed point implementatie is kleiner dan bij een floating point implementatie. Daarbij is eigenlijk fixed point ook flexibeler. Want ik kan die plek van die punt. Voor elk getal kan ik kiezen waar ik die plek van dat punt neerleg. Dat betekent wel dat ik veel langer moet gaan nadenken over elk signaal, hoe groot dat signaal is en wat voor resolutie, oftewel wat voor precisie ik nodig heb. Dus mijn ontwikkeltijd wordt echt een stukje groter. En daarbij komt ook nog eens een keertje kijken dat fixed point gewoon errorgevoeliger is dan floating point. Want ik kan vrij snel een fout maken en dan krijg ik een overflow of ik heb een resolutie die te klein is, etc. Dus je moet bij fixed point echt heel goed nadenken wat je aan het doen bent. En dat is echt een belangrijk nadeel van fixed point. Maar goed, aan de andere kant, fixed point kun je in ieder geval realiseren in low-cost microcontrollers en DSP's, terwijl je voor floating point operaties vaak high-end microcontrollers nodig hebt, die in ieder geval een floating point unit aan boord hebben. Conclusie van dit verhaal, fixed point datatypes heb je dus over het algemeen nodig als je een low-cost microcontroller gaat toepassen, dus een low-cost applicatie. Daarbij moet je dus gaan nadenken, waar leg ik mijn decimale punt? En die bepaalt dus enerzijds de resolutie, anderzijds de grootte van mijn maximale getal. Dus de plek van die decimale punt is een afweging tussen beide. Dus daar moet je altijd heel goed over gaan nadenken. Daar heb je ook tooling voor gelukkig. MATLAB heeft bijvoorbeeld toolboxen die fixed point implementatie ondersteunen. Dat is in dit geval de fixed point toolbox. Maar steeds kost het je wel de nodige ontwikkeltijd. Nou, dat is het verhaal wat ik wilde houden over fixed point versus floating point in een regelsysteem.